Ben jij op zoek naar een racehelm of voor een hele sportieve helm op straat, maar gaat de racestar net een stapje te ver voor je, dan heeft Bel voor jou eventueel ook de Star Mips. Ik ben Justin van Motorkleding Center en in deze video vertel ik jullie meer over de Bel Star, beschikbaar op motorkledingcenter.nl. De Bel Star is eigenlijk afgeleid van de Pro Star en de Racestar, alleen heeft deze een MIP systeem in plaats van een flex systeem. Nou, daarnaast is het natuurlijk een integrale helm, het is een hele sportieve helm, dus zal deze heel vaak gedragen worden bij de sportievere motoren en natuurlijk de jongens die heel graag op het circuit rijden. Nou, het is een helm die gemaakt is van een composite shell, wat dus eigenlijk wil zeggen dat hij van meerdere materialen is gemaakt. Hij is van zowel carbon, kevlar als glasvezel gemaakt. Nou, daardoor is het een hele stevige, maar ook nog een heel erg lichte, sterke schaal. Nou, voor degenen die misschien al de video van de Racestar hebben gezien, die is dus uitgevoerd met een flex systeem. Deze is uitgevoerd met het MIP systeem. Wat MIPS eigenlijk doet is zorgen dat de eerste centrifugale klap die op de helm terechtkomt wordt afgevoerd en je zo minder kans hebt op hersenbeschadiging. Ik zal het systeem zometeen nog even laten zien, want dat kunnen we zien op het moment dat we de volledige binnenvoering eruit hebben gehaald. Nou, natuurlijk is deze helm ook uitgevoerd met hetzelfde vizier als de ProStar en de RaceStar. Dat wil dus zeggen dat je een PanoVision vizier hebt wat heel erg groot is en waardoor je dus heel groot blikveld hebt. Nou, zowel onder als boven als naar links naar rechts. Nou, ze hebben hier ook deze hoekjes hebben ze in de vizieren hebben ze toegevoegd. Daardoor als je eens over je schouder heen kijkt, heb je gewoon wat meer blikveld en kun je beter zien wat er achter je gebeurt. Ook is het vizier uitgevoerd met een locking mechanisme. Nou, het is een heel stevig locking mechanisme, dus hij kan niet zomaar openschieten tijdens een ongeval of een aanrijding. Nou, wil je het viziertje wisselen voor een andere, dat kan natuurlijk ook. Of wil je hem gewoon schoonmaken aan de binnenkant. Dan kun je hem er heel makkelijk afhalen, je zet hem open, je drukt de knopjes aan de zijkanten in en je schuift hem zo naar voren toe. Nou, de pinlock zit er op dit moment niet in, wordt er wel standaard bijgeleverd. En zoals je kunt zien is dat de Max Finch pinlock en is die ook heel erg groot. En heb je daar dus heel erg veel blikveld mee. Wil je het viziertje weer terugzetten, dan kan dat natuurlijk. Dan druk je hem gewoon met de pinnetjes weer terug op zijn plaats. En schuif je hem naar achter toe en zit hij weer vast. Tevens is deze ook nog uit te voeren, natuurlijk wat ik al eerder zei, met een donkere, maar eventueel ook nog met tear-off systemen. Dus mocht jij een endurance racer zijn of gewoon veel op straat rijden, dan kun je er eventueel ook nog tear-offs aan toevoegen en kan dat wel een extra meerwaarde hebben. Nou, ook heeft deze helm natuurlijk heel veel ventilaties. We hebben een grote ventilatieschacht voor op de kinstuk en natuurlijk bovenop hebben we twee schachten die we open kunnen zetten, waardoor je heel veel ingaande ventilatie hebt. Maar al die lucht moet natuurlijk ook weer ergens kwijt en daardoor hebben ze ook nog een hele grote extractor aan de achterkant neergezet en zitten er ook nog twee extractoren achter in de spoiler en kan die dus ook heel erg veel lucht kwijt. Nou, als we verder gaan naar de binnenkant van de helm, dan is het eerste wat we tegenkomen natuurlijk een dubbel D sluitingje. Nou, die kunnen we openmaken en is afgewerkt met magneetjes en is daardoor heel erg makkelijk te bedienen en zal daardoor nooit gaan wapperen. Nou, als we die dan uit elkaar gaan halen, dan kunnen we ook de hele binnenvoering kunnen we eruit halen. Daardoor kun je hem dus schoonmaken en blijft hij heel hygiënisch. Nou, ook het kinstukje kan er helemaal uit. En de wankussens zitten in dit modelletje vast met drukkers. Nou, die kun je er wel makkelijk uithalen. Die kun je ze eruit trekken. En dan kun je ze dus helemaal goed schoonmaken. Nou, ook de binnenvoering kunnen we natuurlijk helemaal uithalen. En ben jij dus een rijder die ook veel op straat rijdt, dan is het eventueel nog mogelijk om deze kussentjes eruit te halen. Zodat je daar eventueel nog ruimte hebt om speakers in weg te kunnen bouwen. Zodat je nog muziek kunt luisteren of eventueel communicatie erin kunt zetten. Nou, verder zien we dus hier aan de binnenkant zien we weer dat MIP systeem terug. Nou, het MIP systeem dat kan eigenlijk vrij bewegen. Dat is dus om die eerste klap op te kunnen vangen. En op het moment dat we hem dus bewegen, dan zie je dat hij ook weer automatisch een beetje teruggaat in zijn originele positie. Nou, daardoor heb je dus gewoon een hele veilige helm. Nou, ook hebben we natuurlijk heel veel sleuven. Die zijn voor de ventilatie, om de ventilatie optimaal door de helm heen te kunnen voeren. En daardoor heb je gewoon een hele comfortabele en veilige helm. Nou, zou je deze helm nou een keer in het echt willen komen bekijken, passen of bestellen, dan kan dat natuurlijk in een van onze winkels of simpelweg via onze webshop. Wil je verder op de hoogte blijven van alles wat wij bij Motorkleding Center doen, volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond je deze video nuttig, klik dan op het duimpje omhoog en wil je weten wat voor jou het ideale maat motorhelm is, blijf dan even hangen. Ik ben Justin van Motorkleding Center, bedankt voor het kijken.